Mickey Hoogendijk zat in november 1994 samen met haar ex-man Rob Scholte in zijn donkerblauwe BMW. Kort nadat hij was weggereden, ontplofte er een handgranaat onder de auto. Hij verloor beide benen, zij kreeg een miskraam. De dader is nooit gevonden. Er gaat een theorie dat de aanslag bedoeld was voor advocaat Oscar Hammerstein. Het heeft vanzelfsprekend een trauma veroorzaakt bij Mickey. Haar verbazing was dan ook ongelooflijk groot toen ze vorig jaar in de talkshow van Eva Jinek zat en ze haar doodleuk met de beelden van de nasleep confronteerde. Is het iets wat jou nog dagelijks bezighoudt? Vroeg ze. Mickey werd van haar apropos gebracht, ik zie dit niet zo vaak. Nu, anderhalf jaar later, blikt Mickey daarop terug in het programma Misha. Op NPO Radio 1. Ja, dat was absurd. Ik was er helemaal niet op voorbereid. Ze zouden me interviewen over mijn nieuwe huis in Hogeloon en het grote verschil dat je vanuit Los Angeles ineens naar zo'n boerderij in Brabant verhuist en over mijn werk. Er was niet met Mickey overlegd dat het ook over de aanslag zou gaan. Alsof het een soort van grappig filmpje was om naar te kijken, lieten ze ineens de beelden zien van luttele minuten na de aanslag. Nee, ze hadden niets gezegd erover. Ik heb een vorm van PTSS waar je dan in schiet en dat was heel heftig. Ze vervolgt, je laat ook niet aan een overlever van de MH17 crash die crash zien om dan te zeggen, goh, dat was wel vervelend, hè, dat u naar beneden werd gehaald? Ik vond dat niet heel erg netjes. Mickey vond het lastig om overeind te blijven aan tafel. Als je dat soort beelden zien of harde knallen hoort, het lichaam heeft herinneringen, hè? Je gaat dingen ruiken, voelen en de herinneringen klappen zeg maar in je. Ze vervolgt, als je aan tafel zit naast Gordon en weet ik veel wie allemaal in zo'n studio, dan weet je wel dat je dat allemaal niet echt op dat moment voelt, maar omdat je op dat moment ook nog geïnterviewd wordt, moet je heel erg rustig blijven en ademhalen om door te kunnen. Dacht zij niet aan om weg te lopen bij Eva? Nee, want daar ben ik dan wel weer realistisch genoeg voor, maar ik had eigenlijk iets moeten zeggen. Maar ik was op dat moment te veel met mezelf bezig om dat evenwicht een beetje te bewaren dan dat ik dat ook nog kon opbrengen. I'm not afraid of the dark.
We'll be right back.